Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. En hier gebeurde het vorig jaar, hier kwam ik van die kant af. En ik ging die kant op. En ik kwam toen niet verder dan dat paaltje. Want die zag ik over het hoofd, want het was hier heel druk op die dag. En ik was gefocust op de mensen. En niet op het paaltje. Er was net een auto langs geweest en hij kwam omhoog. En daar klapte ik tegenop. Ja, en toen ging het ritje niet verder. Ja, wel met de ambulance, maar niet met de scooter. Toen werd ik hier in ambulance geladen en toen ging ik die kant op. Want het ziekenhuis ligt ook aan de andere kant van de stad hier. Dat gebeurde hier. Ook op een zonovergoten dag. Nou ja, de paal markeerde niks. En nog steeds niet. Dat zal niet gauw gebeuren ook, want die zijn van een hele sterke kwaliteit. Toen lagen er ook allemaal boten. Het was ook toen een zonovergoten dag hier. Dat gebeurde hier. Een jaar later even terug naar de plek waar het toen gebeurde. Om 12 uur 's middags. Dat was hier ook. En de mensen zijn nou een stuk slimmer dan ik. Die rijden gewoon langs. Ja. Maar goed, het gebeurde. Je hebt wel eens even zo'n puntje. En dan ben je net even afgeleid. Je ben je net op een ander dingetje aan het focussen. En dan is het boom. En boom is ho. En dat was het ook op die dag. Die scooter die heb daar nog 2 dagen bij dat stroompaaltje gestaan. Die is later opgehaald door mijn oom. Ja, dat was hier ook. En toen ging ik op een prachtige zonnige dag ging ik die kant op. Ja, niet om een terrasje te pakken op het Waagplein. Nee, het werden 2 welgestelde nachten op die zee. Nou, ik hoef het eigenlijk bijna niet uit te leggen. De meesten in Alkmaar en omstreken kennen hem wel. De spoedeisende hulp, hier werd ik dus naartoe gebracht op die dag. Er staat nou toevallig ook een ambulance. Er is net weer ergens wat gebeurd, zie je waarschijnlijk. Maar hier was dat dus. Op die prachtige zonovergoten dag. Maar goed, het gaat nu heel anders dit jaar. Het is even goed prachtig weer. En ik ga mijn rit vervolgen, wat ik toen eigenlijk ook van plan was. Ja, ik vervolgde mijn rit wel, maar dan in zo'n gele ambulance. Nou, ik rijd toch liever scooter. Vind ik toch leuker met dat weer. Maar goed, het is heel goed dat het er is. Ze hebben me goed geholpen in ieder geval. Dus het is helemaal goed gekomen, het hele jaar. Ik bedoel, ik heb er geen jaar over gedaan. Maar ik bedoel, het is gewoon goed gekomen, laten we het zo zeggen. Alles is hersteld zoals het was. Dus we kunnen weer verder. Ik heb natuurlijk inmiddels ook de 2e andere scooter natuurlijk. Want ik had daarna een andere scooter gekocht, dat was het niet helemaal. Maar deze wel, dit rijdt perfect. En nergens te gaan rijden, dat gaan we niet doen. Ik ga nu weer richting huis. Dit was het weer, op deze locatie. En ik ga niet meer zeggen, tot de volgende.